Beste familie en verwanten, we bevinden ons allemaal in een onvoorspelbare periode die veel zorg en vraagtekens oproept. Voor alle mensen die bij ons aan de poort in zorg zijn en voor u als familie en verwant, heeft deze situatie een enorme impact. Een crisis als deze hebben we niet eerder meegemaakt en daarom staan we ook voortdurend voor vragen en uitdagingen waarop we de antwoorden moeten uitvinden. En als we een antwoord denken te hebben, moeten we dat met nieuwe inzichten of met nieuwe maatregelen van de overheid weer aanpassen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de bezoekregeling. Zowel voor het bezoeken van uw kind, broer of zus op een locatie van Amerpoort, als ook voor het bezoek van hen bij u thuis. Maandagavond heeft het kabinet de richtlijnen voor bezoek in de gehandicaptenzorg opnieuw aangescherpt. Dat hebben ze gedaan in goed overleg met de koepelorganisatie, VGN, en met cliëntenorganisaties. Het betekent dat u uw verwant in principe voorlopig niet meer kunt bezoeken. Er zijn uitzonderingen mogelijk volgens de richtlijnen. Of u of uw verwant voor die uitzondering in aanmerking komt, wordt bepaald in overleg met de manager en de gedragskundige van de locatie. Deze richtlijnen die gelden ook voor vrijwilligers. En als een uitzondering wordt gemaakt, zijn ook daar weer voorwaarden aan verbonden. U kunt dat lezen op onze website. Als uw kind, broer of zus, als u die wilt ontvangen, dan betekent het dat hij, zij bij u thuis moet blijven totdat deze maatregel is opgeheven. Dus dat betekent dat hij of zij voorlopig niet kan terugkomen naar Amerpoort. Ik begrijp hoe ingrijpend deze maatregelen voor u zijn en hoe dit ingrijpt in de kwaliteit van leven. Tegelijkertijd moeten we er met elkaar alles aan doen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen en de gezondheid van iedereen te bevorderen. En ik kan u verzekeren dat alle medewerkers zich enorm inzetten om goede zorg te blijven bieden. Ik zie en hoor daar heel veel mooie voorbeelden van. En ik ben enorm trots op al die medewerkers. Ik wens u allen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.